Hulpdiensten zijn woensdagmiddag groots uitgerukt naar een pand aan de 13e straat op Kerkenbos in Nijmegen. Een van de bedrijfspanden daar werd ontruimd door een deurwaarder, maar die werd daarin tegengehouden door een man die een vloeistof verspreidde en dreigde die in brand te steken. Maar de verdachte is in ieder geval door een aanwezige ploeg hier in het pand overmeesterd. En op straat uiteindelijk hebben ze die aangehouden. Hij heeft in ieder geval gepoogd de ontruiming hier te staken. Nou ja, dat is gelukt, want het is allemaal platgelegd nu. Dus hoe dat nu, wat de exacte toedracht is geweest, dat moet nog blijken uit de getuigenverklaringen en uit eventueel beeldmateriaal dat we hebben. Dus. Nee, ja, de metingen, daar zijn we ook nog aan het kijken van wat er nou precies van vloeistoffen zijn. En wat het geweest is, wat heeft gebrand, want daar zijn we vooral nieuwsgierig naar. En daar hebben we de brandweer ook voor ingeschakeld. De brandweer heeft ook daadwerkelijk een brandje geblust. Er is niemand gewond geraakt.